Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Festival TV. Wij zijn hier vandaag in Beek en Donk bij Wish Outdoor. Dit is de derde editie van Wish Outdoor. Festival TV is er voor de eerste keer. We hebben gehoord dat het super leuk is, dus we gaan even kijken, toch? Ja. Tot ziens, doeg! Hetzelfde eruit zien, dat was wel gaaf toch? Ja, dan val je wel op, dan val je wel op. Hé, hey, maar make some noise, doe eens. Make some. Hey! Ik zie hier vandaag Stichting Doe een Wens. Waarom zijn jullie vandaag hier op het festival? Nou, omdat hier komen heel veel jonge mensen. En omdat de Doe een Wens Stichting echt iets is voor jonge mensen om tot 18 jaar om hun laatste wens of eventueel een wens, omdat ze dus ongeneeslijk ziek zijn, een wens te vervullen. En je kijkt naar Festival TV. Hoi! Ladies and gentlemen, give him a warm welcome. You're ready for Sydney Samson! Mel de Maceman. En wat doe jij hier? Nou, ik ben samen hier met een goede vriend van me, Sydney Samson. Je kent hem vast wel, van Riverside. Ja, motherfucker. Ja, precies. Als je goed ziet, dan kom ik ook eventjes heel snel voor in de clip als de bodyguard die naast de maffiabaas zit. En wat we meestal doen, ja, we steunen elkaar. En zodoende kom ik het een beetje bijwonen. Jullie zijn echt vrienden? Ja, we zijn echt vrienden, ja. Maar ook zakelijk? Ook zakelijk, ja, maar dat hoort erbij. Hè? Vrienden en zaken moet je toch een beetje gescheiden houden. Dus nu ga ik eigenlijk mee als vriend, nu eigenlijk vandaag, want ik heb niks te doen. Dus dan ben je toch even samen. Oké, maar je doet ook iets met editen, toch, van videoclips? Ja, klopt. Het monteren van videoclips is ook een van mijn specialiteiten. Dat is eigenlijk de 90% van mijn bezigheden waar ik eigenlijk mee bezig ben. Andere 10% is het maken van muziek. Sydney Samson himself. En je hebt net gedraaid, hoe was het? Erg gezellig, lekker weer, leuke mensen. En omdat het ook niet geregend heeft, dus lekker het droog gras. Dus ja, gelukkig wel. Hey, was dit je eerste keer op Wish Outdoor? Nee. Hoeveelste keer was het? Dit is inderdaad de tweede keer. Ik was hier volgens mij niet vorig jaar, maar het jaar ervoor. En dat was volgens mij ook echt de eerste editie. En het is echt zeker vooruit gegaan. Die main stage, ik denk dat dit de main stage is, ik weet het niet. Maar dat ziet er echt heel goed uit. Ze hebben echt hun best gedaan. Oké, beter. Ja. Hey, je bent ook net ook op de Team Efforts geweest, hè? Ja, was hoe leuk. Was dat? Ja, ook erg leuk. Hele andere ervaring weer. Wat jonger publiek natuurlijk, ja, Team F. Maar ook hartstikke leuk. Dus ik ben tot nu toe, vandaag heb ik een goede dag. Je hebt een goede dag, Oké. Okay, maar de avond is nog jong. En wat ga je nog meer doen vandaag? Ik heb nu een verjaardag van mijn accountant, serieus. Okay. Ik heb beloofd om gratis te draaien voor hem een uur. Oké, vooruit, één tweede keer. Want ik wil dat hij even gratis mijn belastingaangifte doet.
Daarna ga ik naar de Hollywood, dat is de afterparty van Team Awards. En dan ga ik naar de Matrix. Zo, nog een drukke avond. Ik ga er even heen en weer, ja. Oké, wat ga je meer doen deze zomer? Ga je toevallig nog naar het buitenland? Ja, ik was van de week in Kreta, ik ga er maandag weer heen. En dit jaar ben ik op Kreta, in Salau, in Blanes, in Rimini en in Joretamar. Nou, ik zei naast Bram. Bram is een van de drie organisatoren van Wish Outdoor. Vertel, hoe zijn jullie op dit concept gekomen? Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Nou, we zaten eigenlijk gewoon een keer aan de bar in de kroeg. En toen hadden we erover dat er hier eigenlijk in de gemeente gebeurt gewoon heel weinig. En toen dachten we van, nou, gaan we zelf gewoon een feest organiseren. En hebben we dingen op papier gezet, hebben we een presentatie gegeven bij de gemeente. Die waren behoorlijk enthousiast. En toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen. Ja, wat is de derde editie? Was de eerste editie al geslaagd? Ja, ja, anders waren we ook niet bij de derde editie nou, denk ik. Er zijn heel veel dingen veranderd in de loop der jaren. Je wordt er toch wel iets gelauwerder in en professioneler. Ja, je leert gewoon een hoop dingen. Je weet gewoon van veel dingen van, oh, die moet ik anders doen bijvoorbeeld het jaar erop. Of die moet ik juist niet doen of wel doen. En ja, zo bouw je uiteindelijk langzaam naar een steeds groter geheel. Dus, steeds groter, groter, groter. Ja, met name de kwaliteit. Ja. We willen niet zozeer echt super, super groot zijn. Maar gewoon uitblinken in wat we bieden, zeg maar. En hoeveel mensen zijn er ongeveer vandaag aanwezig? Nou, vandaag zijn we uitverkocht. We hebben net de kassen zijn gesloten. Dus we hebben nu gewoon 5.500 man binnen en voor ons een derde jaar is dat gewoon echt super goed. En morgen? Morgen verwachten we denk ik tussen de 3.000 en 4.000, maar ja, dat is ook moeilijk te zeggen. Want wie weet komt er ook weer 5.500, zeker als het zo weer is. En kinderen tot 12 jaar zijn bijvoorbeeld gratis op zondag, nou ja, daar kunnen ze ook al geen pijl op trekken, maar we verwachten daar ook wel flink wat bezoekers. Ja, dat snap ik. En volgend jaar, is Wish Outdoor er dan weer? Absoluut, absoluut. We komen zeker weer terug. Het is nou nog eventjes deze editie afwachten. En dan is het even brainstormen voor volgend jaar en dan komen we zeker terug. Tot de volgende keer! This man is gonna bring you to another world! With the Stantrix himself!